Masreku's voorzet. Net te scherp voor Plat. Sjerte Hoel houdt de bal binnen. Kuipers. Aannemen. Is de voorzet goed. Plat. Tegendraads binnengekopt. Goeie goal. Nu wel nummer 7 dit seizoen voor Johan Plat. De corner. En Hemmen met de kop. En de redding van Varkenvisser. En dan gaat die bal erin. En komt AGOVV op gelijke hoogte. Zijn daar hele felle protesten van de kant van Telstar. Met name van doelman Cor Varkenvisser. Maar staat de gelijkmaker. Edgar Davids aanwezig hier in Apeldoorn. Opmerkelijk uitgenodigd door de technische commissie van AGOVV. Schenkel. Een hele hoge, verre trap. En dat pakt goed uit. Bilgin. Sjerta Hoel. En het paasje. Nou, is het nu wel raak plat? Ja hoor, dat maakt hij keurig af. Weer geschutter achterin bij AGOVV. Johan Plat met zijn tweede van de avond. Nu wel. Geen buitenspel. En dus mag hij het afmaken. Bilgin. Bilgin de invaller. En Krul. En die bal valt erin. Zit er nog wel aan, Krul. En uit het niets komt Telstar in de 78e minuut op 1-3. En lijkt het doek opnieuw te vallen voor AGOVV. Hoekschop. En de kans nog. En de paal en de goal. De goal nog in de extra tijd van invaller Lamucci.